De start is gevallen. Galopade aan de start voor paard nummer twee. Happy Charisma. Die wilde eigenlijk de lijn nemen. Uitgeslagen paard dus nummer twee. Is twee galop. Dus goed weg aan de binnenkant. Hij neemt het veld op sleeptouw. En hij doet dat met zijn Albi Op de tweede plaats kan inparkeren Cabo Reis. De doorslag is er wel voor Ruud Pols, Maar hij heeft nog wel een paard tussen hem en de koploper. En we zagen in het achterveld ook nog een galopade voor een der andere deelnemers. En dat is het paard van Elko Korrel. En die wordt ingehouden ter hoogte van Jong Holland, Fabiola Charisma. Goed. Langgerekte formatie en de paardenkoers alweer af op de verre linkerbocht met aan kop van het veld Elbier. Elbider voor op de tweede plaats Cabo Reis en die wordt op een lengte gevolgd door Exclusive Renka. Exclusive Renka gaat in het tweede spoor naar voren. Daarachteraan gaat Caravagna Toscana. Godfather meldt zich daar in dat tweede spoor. Maar het is weer hard werken voor Hugo om hem ja, in de juiste gereelte te houden. Godfather hij lijkt wel wat harder te willen ook. En achter Godfather is er aansluiting voor Michel Rotegatter met zijn nummer 6, Zumweisel. Vooraan gaat het spel op de wagen en dat kan natuurlijk wel in het voordeel uitpakken van Godfather. Het is daar dat exclusief Renka de koploper Albidair onder zware druk zet. Daarachter is dan aan de binnenzijde het nummer 4 van Cabo Reis. En dan valt er een gat van een lengte of 5 naar Carvagna Toscana. Die op een lengte wordt gevolgd door Godfather. En achter Godfather is er aansluiting voor Zoomwise L. Die zit er goed bij. En we gaan dan op weg naar de volgende bocht in het parcours. En we hebben een koploper en dat is een nieuwe koploper, paard nummer 7. Exclusive Renka tweede plaats. I'll be there. Maar daar komt aan de buitenzijde Godfather naar voren. En die doemt zo dadelijk op tot schuin achter Thomas Bos. Maar Thomas kijkt opzij, weet dat hij eraan komt en dan vraag ik me af hoe groot het vertrouwen in zijn paard is. Groot genoeg blijkbaar om het tweede spoor op te zoeken. En we komen dan zo dadelijk in de rechterlijn met straks bijpasseren van de finish nog één ronde te gaan. En het is aan de kop van het veld. Zadi die nummer 7 Exclusive Renka. Maar daar komt I'll be there weer van de reling af. Binnenzijde schuift daar weer op en snijdt elke bocht af Cabo Reis. Daar is het dan Godfather in dat tweede spoor? En die wordt aan de binnenkant vergezeld door Carvagna Toscana. Achter Carvagna Toscana volgt dan aan de buitenkant Zoom En zo koersen we dan op weg naar de overkant van de baan ter hoogte van Jong Holland. En er komt de contra-aanval aan de buitenkant van Albider op de koploper. En dat is Exclusive Renka. Exclusive Renka, Albider en Godfather. Ongelooflijk knap hoe hij daar nog aan de buitenzijde zijn move gaat maken. Komt in het derde spoor naar voren op gelijke hoogte met die andere twee favorieten. En daartussen. Door trekt Gabor Reis in dit geweld geweldig mee. We komen zo dadelijk in de laatste rechte lijn. Albi Der die heeft als eerste de koploper op de knieën. Maar dan Godvader aan de buitenzijde die komt nader en nader. Albi Der, Godvader en Gabor Reis dat lijkt op dit moment de drie strijd. Maar het is nog altijd die Albi Der, Godvader die probeert er nog met een hele laatste poging. Albi rechter aan de binnenkant houdt stand. Albi Der, Godvader op de derde plaats. nummer vier van uh, Gabor Reis. 3.